Dag, Chloe. We zullen je missen. Dat boeit haar niet. Kom mee. Thundermans, pakken prijzen! Jullie moeten enorm trots zijn op jullie ouders. Ze worden straks geëerd door Metroburg's beste helden. Cakeman, Superviking, Pauzemeid. Pauzemeid? Ja, Pauzemeid. Dit wordt de eerste uitreiking die ze ooit heeft bijgewoond. Hé, hey, superoppas, kijk hoe ik spring. Ik kom, jonge dame. Wat stom van ons. Als we die uitreiking missen, verspelen we straks onze enige ontmoeting met Pauzemeid. Ik dacht precies hetzelfde. Naar de Super Awards. Oh. Wat is dit? Een van mijn andere krachten is kinderen aan het lijntje houden. Er is nog nooit een kind bij mij weggelopen. Nou, Billy heeft supersnelheid. Snel, Billy! Au. Of we blijven hier. Ik heb honger, superoppas. Maak je dan klaar voor een smakelijk buitje. Dromen komen echt uit. Billy, we moeten Pauzemeid zien. We zoeken Pauzemeid voor de pap en mama zien. Onze voeten zitten vast. Inderdaad, dat klopt. En ik hou mijn poot stijf. Grappig, toch? Billy! Nora! Het spijt me echt, Thunderouders. Ze slopen weg. Maar ik beloof je dat ik uw kinderen nooit meer uit het oog zal verliezen. Tikkie! Of toch wel. Chloe! Chloe! We weten heus wel waarom jullie hier stiekem naartoe zijn geglipt. Oh ja? Jullie wilden bij onze prijsuitreiking zijn! Eerlijk gezegd waren we best teleurgesteld toen jullie zeiden dat jullie niet zouden komen. Maar het feit dat jullie hier toch zijn, betekent meer dan alle prijzen die we ooit wonnen. Zelfs meer dan de Nobel Pizza Prijs. Thunderman, Electress, ga backstage. We gaan zo beginnen. Oh, weet je wat? Kom maar mee naar achteren. Kijk, Nora. Er zijn snorren op die mensen getekend. Pauzemeid moet hier zijn. We gaan haar zoeken. Nee, Billy. Wacht. We wilden hier onze heldin ontmoeten, maar onze grootste helden staan daar. Meneer en mevrouw Super. Welkom bij de 57ste jaarlijkse Super Awards. En als eerste eren we hier twee levende legendes. Met grote trots presenteer ik u officieel de Platina Cape Lifetime Achievement Award voor Thunderman en Electress. Ja. Hier is jullie kind. Gefeliciteerd met de prijs. Ik ga nooit meer voor jullie oppassen. Die is toe aan zijn slaapje. Hoewel ik graag Pauzemeid had ontmoet, is dit ook geweldig. Ja, maar we hebben wel het juiste gedaan. Toch zou het erg cool zijn om haar te ontmoeten. Wat maakt het uit? Billy, kijk, je hebt een snor. En jij ook. Pauzemeid! Ik scheer hem er nooit meer af. Yes.